Voilà, het woord is aan Ilva, Matteo en Mayara. Heel leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik vind het ook superleuk om hier te zijn met mijn kinderen. En ik heb ze eigenlijk nog niet zo heel veel gezien vandaag, want ik heb heel hard gewerkt. Dus we gaan eventjes inchecken met drie vraagjes. En dat is, wat vond je wel leuk vandaag, wat vond je niet zo leuk vandaag? En ook de vraag, heb je een wens voor morgenavond? Want morgenavond hebben we weer misschien wat meer tijd voor elkaar. En dan hebben ze daar misschien wel een wens voor. Dus weet u nog hoe het zit met de incheck? Mm-hmm. Dat we even elkaar laten uitpraten. En dat je dan gewoon eventjes kijkt wanneer de ander klaar is. Dan kun je gewoon het woord nemen. En dan kun je vertellen wat jij wilt vertellen. En wie heeft er zin om te beginnen? Yeah. Ik! Dat is goed. Dan ga ik eerst even zelf. Dat is eigenlijk net als op mijn werk. Dan moet ik ook altijd eerst. Wat vond ik wel leuk en niet van leuk vandaag? Nou, de grote wel leuk van vandaag, dat is dat er vanochtend een sessietje was samen met mijn collega Marijke en met Fanny en Bellamy in Shanghai. En dat we geaccrediteerd zijn als Deep Democracy Facilitatoren voor level 1 vandaag. Joehoe! Dus het is een beetje een feestdag wel. En de niet leuk vond ik eigenlijk dat ik zo weinig tijd voor jullie had, want ik heb jullie al de hele week niet gezien. Jullie waren bij papa en dat ik zoveel, ja, een beetje moe was en dat ik zoveel veel werk had. En dat we pas morgen weer tijd voor elkaar hebben. Ja, en een wens voor morgenavond. Ik wil graag naar jullie luisteren en iets doen wat jullie leuk vinden. Dat is mijn wens voor morgenavond. Wie wil er nog iets vertellen? Ik heb wel veel leuks. Je hebt wel veel leuks, maar ga maar. En even hard genoeg praten. Dus ik vond het leuk dat ik vandaag 1 uur geen les had. Omdat de juf er niet was. En ik vind het leuk dat ik mama terug zie. En ik vind het leuk dat ik voor mijn verjaardag naar de kapper mag om mijn haar te scheren. Iets harder praten, denk ik. Kun je het goed verstaan? Oké, super. Ik vind het leuk dat ik straks naar mijn beste vriendin kan gaan. Ik vind het leuk dat ik straks naar mijn beste vriendin kan gaan. En ik vond het niet leuk dat ik vandaag vroeg moest opstaan. En een wens voor morgenavond is pizza eten. Dus dat vind ik leuk, dus dat kunnen we doen, mama. Oké. Ik vond het vandaag leuk dat ze op school pannenkoeken hebben gemaakt. Met Snoof Jim. Dat was het. En voor ik vond het ook niet leuk dat we vandaag om 6 uur 's morgens moesten opstaan. 6:30. Nee, 6 uur 's morgens. En ik hoop dat ik mijn moeder niet meer zo vaak heb gezien deze week. Een wens voor morgen is... bij Marie gaan mijn oma. Bij je oma gaan. Oké. Ben je klaar? Oké. Nou, ik hoor dat er best wel wat leuke dingen waren. Met pannenkoeken en zo. En op school. En dat er een beslissing is genomen over van alles. Nieuwe toekomst, nieuwe haren, nieuwe trainingschap. En ook wel een paar niet leuke dingetjes. Zo vroeg opstaan, elkaar zo lang missen. En wel wensen om morgen samen iets te doen of met oma iets te doen. Nou, we hebben al een plan voor morgenavond, hoor ik, denk ik. Pizza eten. Ja. En misschien is het met deze incheckvragen ook fijn als jullie daar zelf even allemaal op kunnen antwoorden in de chatbox. Dat is altijd heel leuk om dat allemaal voorbij te zien komen. Van wat was er vandaag wel leuk, wat was er niet zo leuk? En heb je misschien ook een wens voor morgenavond? Post eventjes in de chatbox wat jouw incheck is.